Breaking news, want trouwe kijkers van Leon's Wine and Mentries wisten dat ik in aflevering 85 had aangekondigd dat 86 over Henri Bloem in Den Bosch zou gaan. Dat wordt nu aflevering 87, want 86, deze dus, kwam er even tussendoor door een evenement dat zich afgelopen week heeft afgespeeld, namelijk slurpen achter de schermen met Ilja Gort. Ilja was met zijn Caroline aanwezig bij Selectus Donner in centrum Rotterdam. Het was een zeer gezellige avond waarop volop geslurpt kon worden aan alle kleuren slurp en aan zijn château Tulipe de Lagarde. En natuurlijk hield Ilja een geanimeerd verhaal over de toverdrank wijn en het wel en wee van het wijnmaken. En las hij voor uit eigen werk. Aan het eind van de avond signeerde hij ieders boek met een persoonlijke noot en toen kreeg ik opeens een helder moment. Een van zijn boeken liet ik namelijk signeren voor misschien wel u. Leon's Winemetries gaat namelijk dit boek en nog een aantal flessen wijn weggeven. En nu hoeft er in principe helemaal niets voor te doen. Leon's Wine & Mentories is te bekijken via wineandmentory.com. Deze manier heeft voor sommigen de voorkeur. Je kan hier zoeken op onderwerp, je kan de site op zijn Chinees of in het Swahili bekijken. Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief en je kan je abonneren via RSS. Anderen geven de voorkeur aan het YouTube kanaal. Je kan je hierop ook abonneren en snel naar oudere afleveringen scrollen. En dan is er niet te vergeten Facebook. Op de Leon's Wine & Mentories Facebookpagina vind je niet alleen de aankondigingen naar de filmpjes, maar vind je ook berichten die ik deel van andere wijnliefhebbers die mij aanspreken. Berichtjes van Mariella Beukers bijvoorbeeld uit aflevering 85, of van de drie wijngekken, of van het magazine Winelife, berichten die ik leuk vind. Ik hou ervan om te delen en dat is natuurlijk het hele idee van Facebook. Nou, we beginnen dus met dit boekje. We zitten Coca-Cola, Britney Spears en Porsche op de hielen en we hebben nu al bijna 200 likes. Dan ga ik dus onder die eerste 200 likes dit boekje verloten. Al die namen van die 200 likers, die ga ik op een briefje schrijven en die gaan dan in deze koeler. Eén van die 200 wint. Familie en vrienden zijn dit keer niet uitgesloten. Iedereen mag meedingen. Ik zal goud eerlijk zijn en de eerste keer wordt zelfs gefilmd. Wil je nu meer kans maken op het boekje, dan kan dat door dit bericht of welk bericht van Leon's Wine & Mentories dan ook op Facebook te delen onder jouw vriendjes. En dan niet alleen delen, klik klaar, maar er wel iets persoonlijks bij schrijven. Dat soort deelacties worden namelijk het best bekeken, heb ik me laten vertellen door een social media guru. Ik kan namelijk precies zien, hey, Esther heeft het bericht gedeeld en er iets leuks bij geschreven, dan krijgt Esther een extra kans, een extra lot eigenlijk. Ik noteer dan haar naam op nog een briefje en zij denkt dus inmiddels twee keer mee in de pot. Esther is trouwens wel uitgesloten van deelname, maar dat vindt ze niet zo erg. Maar wel een leuke actie toch? Dus dit boekje gesigneerd door Mariella Beukers. Bij 250 Ilja Gort met de persoonlijke signering erin. En bij 300 likes dit boekje van Huib Edingshoven van Vendik.nl. Een geweldige online wijnhandel waar ik binnenkort een wijn van ga bespreken. Nou, oké, huppakee, liken, delen, let's go. Bedankt voor het kijken.